Hallo mensen, welkom in de Megablocks wereld. De vorige keer hebben we de armor stand gemaakt. En vandaag gaan we het goudblok maken. Het goudblok zal niet helemaal mooi worden. Ik kan bijvoorbeeld dat glans effect er niet in krijgen. Ik heb zeg maar één kleur grijs. Maar het zal mooi, het gaat mooi worden. Dus ik ga beginnen. Ik ga niet alles helemaal laten zien. Ik zal hem gedeeltelijk versnellen. Muziekje eronder waarschijnlijk. Dus ja, dan ga ik maar beginnen. Tot zo. Nou, ik ben nu aangekomen bij het moment dat ik die oranje goud dingetjes erin ga doen. Als rand eromheen heb ik voor oranje gekozen. Dus ook weer niet. Het is niet dezelfde oranje. Want wat hier is, het is echt Nederlands oranje, vind ik. En dit. Ja. Beetje vies, maar goed. Ik ga maar inzetten. Hij is af. Ik zal even een close-up ervan nemen. Nou, niet een close-up. Maar nu kunnen jullie ongeveer zien hoe het megablok ervan uitziet.
Zonder dat je ook helemaal mods gaat doen of een eigen texture pack schrijft. Dat je alle kleuren kunt hebben. Daar heb ik het meeste problemen mee met blokken kiezen om te maken. Want er zijn heel veel blokken, zeker met deze texture pack. Dus de volgende keer zal ik hem waarschijnlijk in de gewone vanille Minecraft texture pack gaan maken. Er zijn heel veel kleuren die je niet hebt. De gewone grijze kleur hierin, dat is gewoon die van steen. Dan heb je nog een donkerdere. De oranje hebben we niet, de geel hebben we niet. De wit hebben we wel, alleen omdat dit wol is. Heb je een texture erin zitten. Maar goed, zelf vind ik eigenlijk dat die best goed is gelukt. Ook jammer dat ik niet die glans erin kan krijgen. Maar ja, dat is ook gewoon iets. Zonder mods of zonder te editen zal het ook niet gaan. Bedankt voor het kijken. Geef even een duimpje omhoog als je deze serie leuk vond. Of als je gewoon dit filmpje apart leuk vond. Nou, nogmaals bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.